Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 3 in China. Aflevering 23. Heb jij aflevering 22 in Vietnam gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. We hebben de 72 abonnees aangetikt, dus het doel 80 abonnees is steeds dichterbij. Like die video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we nu gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van China. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Het regent hier in China. Maar het is niet nat genoeg voor de intermediates. Dus de softbanden blijven er gewoon onder. We schieten wel een klein beetje door. Verpesten daarmee onze exit. Maar dat is geen probleem. Gelukkig maar. Norris komt daar de pitstraat uitrijden. En die passeren wij gewoon met gemak, dus geen tijd verloren. Lewis Hamilton zet een 1.39.4 neer. In Vietnam hadden we moeite met de baan. Hopelijk is dat in China, ja, dit keer niet met het weer. Het lijkt alsof het is, klaren. Track limit waarschuwing helaas, en het is een P10 met een 1.40.8. Einde van Q1. Het regent nog steeds terwijl we een track limit waarschuwing krijgen aan onze broek, de tweede van de kwalificatie. Dus daar moeten we mee oppassen dat onze tijd niet wordt weggegooid. We staan inmiddels op P14. En hopelijk is dat genoeg voor Q2. We verliezen wel wat tijd helaas. En dan heb ik hier een momentje. Verliezen bijna de auto. En ik stop ermee. En dat is gelukkig genoeg voor Q2. Kijken wat dit dan gaat worden. Weer in die regen. Maar weer op de softbanden. Interessant dat de game dat aanbeveelt. Want ik zelf had meer naar de intermediate vermogen. Maar dan heb je geen DRS, denk ik. Klein beetje blokkeren. Ik zie het een klein beetje door. Gelukkig geen spin. Dat zou wel heel jammer zijn. Iets te wijd. Track limit waarschuwing aan onze broek en het is een P2 op 2/10 van Carlos Sainz. Dat is inmiddels een P11 geworden. En Q2 zit er alweer bijna op. Nog ongeveer een minuut te gaan. Dus dit wordt een alles of niets rondje om door te kunnen naar Q3. Dat wil ik dus zeggen. Groen bij de Delta, dat is heel mooi. Klein beetje wielspin, maar het is niet zo erg. Het rondje moet gewoon voldoende zijn. Inmiddels staan we op P13. We zitten in het rood. Komen aan bij de laatste chicane, schieten een klein beetje door. En ik ben de auto kwijt, want ik raakte het grind. En daardoor verloor ik alle tractie die er was. En dat betekent dat wij niet door zijn naar de top 10 kwalificatie. En dat Russell ons alweer pakt in de kwalificatie. 2-1 staat het nu in seizoen 3. En Russell naar P3. Helaas moeten we vanaf P13 beginnen. Dat is heel jammer. En Lewis Hamilton gewoon een halve seconde los van Max Verstappen.
En Charles Leclerc stelt teleur en Alexander Albon stelt teleur. Nou, die hebben we tenminste achter ons. En Russell heeft het maar met een 1 setje van de softbanden gedaan. Interessant dat hij zo snel is. Dus dat belooft nog wat voor in de wedstrijd. Ik zag namelijk bij de YouTube creators dat ik een paar abonnees erbij heb gescoord. Dank jullie wel daarvoor. 72 abonnees, een mooi getal. Laten pushen naar die 80. Dat zou heel vet zijn. Dus ben je nieuw, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. En dan gaan we nu gewoon lekker door met de wedstrijd hier in China. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Sergio Perez, and Vettel, Sainz, Gasly, Kvyat, and Lando Norris. Ricciardo, Stroll, the Professor, and Leclerc, Albon, Ocon, Kevin Magnussen, and Nobuharu Matsushita, Grosjean, Giovinazzi, Latifi, and Nick de Vries. And now it's time to head down. We were close to earning some points last race. Let's see if we can get some here. Nou, we moeten dus punten gaan pakken, dat zegt Jeff. Hopelijk dat we dat ook kunnen gaan doen. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 23. De derde ronde van seizoen 3 van My Team Career Mode is onderweg. En we komen goed weg, vraagteken. Beter weg dan Stroll. We moeten even op de rem staan, want daar is geen plek. En daardoor kan Albon kijken, maar wij pakken hier de binnenkant. Fiat moet daar even oppassen dat hij daar geen voorvleugel kwijtraakt. En het is een P9 op dit moment. Een goed begin van de wedstrijd. Dan is de volgende Gasly. We komen van ver. Hij laat ons leven. Beetje wielspin, gele vlag. Maar P8 is nu van ons in ronde nummer 1. Daar hebben we dan Carlos Sainz te grazen genomen. Het scheelde net niet of we hadden een voorvleugel kwijtgeraakt. Omdat Vettel en Perez het met elkaar aan de stok hadden. Die gaan hier nu zij aan zij dat lange rechte stuk op. En wij kijken hier naar de buitenkant. Hoppeta. 2-in-1 manoeuvre. Lukt dat? Dat is niet geslaagd. Want Perez zit daar nog aan die binnenkant. We laten hem leven en hij is naar P5. Dan hebben we hier die binnenkant. En pakken we P5 van Perez af. Bottas zet het snelste race ronde neer. Ik heb even niet gezien wat het was. Ronde nummer 4 inmiddels. Perez zit achter ons. We duwen hem op het gras, maar hij wringt zich ertussen, blokkeert zijn linker voorband hevig. Gasly kijkt daar in één keer aan die binnenkant, maar daar was geen plek. En Jeff adviseert focussen, we moeten in vorm blijven. En kunnen we Perez hier dan al terugpakken? Lukt dat? Dat lukt. Raken hem wel per ongeluk. Sorry Perez. Mijn fout, maar P5 is weer van ons.
Voor ons rijdt George Russell. Op 3,9 seconden. En wij rijden dus op de medium band op een andere strategie dan de jongens voor mij en achter mij. Ronde nummer 5. En er duiken nog geen jongens naar binnen. Jawel! Een Red Bull duikt naar binnen en Perez keek daar aan die binnenkant, kwam van heel ver, maar moest in één keer afremmen omdat ik die bocht nam. En Russell is naar binnen. We rijden dus nu op een P3. Dat is eigenlijk een virtuele P5. Omdat Verstappen en Russell naar binnen zijn gedoken. Ook een Ferrari coureur, een McLaren coureur en een Alfa Tauri coureur zijn naar binnen gedoken. En wij gaan nog wat langer door dan de rest. Rood in sector 1 een halve seconde langzamer. En ik heb geadviseerd om naar de harde band te gaan. Want het is inmiddels ronde nummer 10. Er zijn nog 18 ronden te gaan. We rijden aan de leiding van de wedstrijd. En Stroll zit op 2,2 seconden achter ons, maar wij duiken dus nu naar binnen voor onze laatste pitstop. We gaan hier 18 ronden op rijden op die harde band. Het gaat hij zeker volhouden, dat weet ik 100%. En zo niet, dan hebben we er gewoon een probleem, net als in Bahrein. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. We komen sowieso achter George Russell de baan op. 2,6 seconden. Goede pitstop. En we komen achter een groepje jongens terecht waar we denk ik vast gaan zitten. We kwamen vlak voor Sebastian Vettel weer de baan op. En we zijn naar P19 verwezen. Dus dat is, ja, erg laag. Vettel kan niet kijken. We rijden naar Danny Kvyat toe, remmen wat later en we moesten daar een ontwijkingsmanoeuvre doen om geen voorvleugel kapot te rijden. Ronde nummer 12 inmiddels. En we kijken hier bij Danny Kvyat. Hij laat ons niet leven en duwt ons gewoon van de baan, maar dat is dus mislukt. Omdat wij er al half naast zaten. Sorry, we zaten er gewoon naast. Niet half, we zaten er gewoon volledig naast. En hij kon niet insturen. Divebomb maken naar Carlos Sainz en het is gelukt. P17, voor ons rijdt dan nu Sergio Perez. En daarvoor rijdt Nick de Vries. Die is het groepje waar ik in rij aan het ophouden. Wat voordelig en nadelig voor ons is. Voordelig, we kunnen naar Perez toe rijden. Nadelig, we zitten vast achter de Vries. Banden van Perez dus 4 ronden oud. En Perez gaat de Vries aanvallen, denk ik. Jazeker. We hebben hier slipstream van de Vries en van Perez. Kijken naar die binnenkant. Perez remt laat. We remmen net wat later dan de Mexicaan en P15 is van ons. Dat hebben we goed gedaan. Matsushita duikt naar binnen. Magnussen duikt naar binnen. Ricciardo duikt naar binnen. Leclerc duikt naar binnen. Stroll duikt naar binnen. Allemaal voor die harde band. En wij komen dus op P7 terecht. Voor ons rijdt Antonio Giovinazzi. En Russell heeft al een gat van 4,3 seconden voorsprong op Giovinazzi. Dat is eigenlijk 5,5 seconden voorsprong op ons. Maar het is geen probleem. We moeten gewoon de wedstrijd lekker zien uit te rijden. Het is inmiddels ronde nummer 14. We zitten op de helft van de grote prijs. Het schiet al aardig op. We hebben Sergio Perez achter ons.
die rijdt ook op de harde banden en daarachter rijdt Carlos Sainz op de mediums. En de Mercedes-coureur zit vast achter een Renault volgens mij, of een Racing Point, weet ik niet zeker. Ik denk een Renault. Het is een Renault, oké. En we gooien onze overtakeknop aan, DRS dus ook ingeschakeld. En we maken een divebomb naar Giovinazzi. En dat lukt. P6. Oh, daar gebeurde achter ons iets. Perez en Sainz waren daar met elkaar aan het knokken en Giovinazzi duikt naar binnen. Ocon duikt ook naar binnen voor de harde band. En we komen nu op P5. Sorry, we zitten nu op P5. Er zijn nog 13 ronden te gaan, dus het schiet al lekker op. De banden zien er nog gewoon goed uit, dus dat is fijn. Ronde nummer 16 inmiddels. Het is daar geel. In sector 2. Een Haas staat daar stil. Het is Kevin Magnussen die uitvalt. Brengt dat een safety car op? Nee. En ook een Red Bull coureur duikt naar binnen. Volgens mij is dat Alexander Albon. Nee, het is Max Verstappen die naar binnen is gedoken. George Russell duikt nu ook naar binnen. En we komen nu op P3 terecht. Een podiumplek op dit moment. Dat zou onze tweede podium van het seizoen betekenen. Wat gewoon heel fijn is. Maar we verliezen dan wat meer punten op de beide Mercedes coureurs. Want Bottas en Hamilton rijden op P1 en P2. En als het zo eindigt, dan denk ik dat we niet wereldkampioen gaan worden. Maar het seizoen is heel erg lang. Er zijn nog, na deze wedstrijd, nog 13 races te gaan. En ik vraag nog even aan Jeff hoe het nou zit met het kampioenschap. Ja, als het zo staat, staan wij derde in het WK. Gele vlag, dat komt vanwege Kevin Magnussen. Die auto is nog niet weggehaald. Perez heeft een achterstand van 1,7 seconden op ons. Het gat gaat hij denk ik ook dichtrijden, dus daar krijg ik misschien nog wel last van. We gaan ronde nummer 19 alweer in. En ik vraag aan Jeff hoe het zit met het weer. Hij zegt er komt geen regen aan. Ik hoop dat hij het goed heeft, want de lucht gaat denk ik een bedreiging vormen. Want als jullie kunnen zien, is het wat bewolkter gaan worden. En Perez is 15e sneller. Dat geeft gewoon helemaal niks. We moeten gewoon dit naar huis zien te rijden. En hopelijk kunnen we een podium pakken. Het zou wel mooi zijn als het gebeurt. Wat naar Valtteri Bottas is inmiddels 21,2 seconden. Die heeft gewoon bijna een pitstop voorsprong op ons. En Hamilton volgt op 11,2 seconden van ons. Want wij rijden achter Hamilton. We moeten even naar achteren kijken. Want Perez kan misschien aanvallen. Ik denk dat dat gat net te ver voor hem is. Ja, dat gat is te ver. Mooi. Ronde nummer 21. Perez kijkt naar die buitenkant. We laten hem staan. En nog steeds is P3 van ons. Er zijn nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus dit moeten we nog alleen maar zien vol te houden. En dan pakken we onze tweede podiumplek van het seizoen. Als het lukt. Vijftiende is Perez dus sneller.
en ook Lance Stroll zit te kijken. Ook de beide Red Bulls vinden aansluiting. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc, die achter een Red Bull aanrijdt. Teammate by 12.2 seconds. They're on fresh mediums. They're in 11th. The time last lap was a 1:34.1. Oeh, Russell op P11. Dat is niet fijn. Want hij had ons te grazen genomen in de kwalificatie en nu pakken wij hem weer terug in de wedstrijd. En Perez kan niet aanvallen. Hij zit net te ver weg. Ronde nummer 22 en Max Verstappen doet een aanval op Perez. Terwijl Perez nu naar de buitenkant kijkt. Het wordt in één keer heel spannend voor dat laatste podiumplek. Ik denk dat Valtteri Bottas die wedstrijd gaat winnen. Lewis Hamilton komt als tweede aan. Maar voor P3 is het nog heel spannend. Nu rijdt Lance Stroll achter ons. En Verstappen rijdt op een compound zachter, op de mediumband. Maak een klein foutje. En Stroll zit daar aan die buitenkant te kijken. We knijpen hem af en hij kan niet aanvallen. Dat is goed. Nu heeft Max Verstappen, een goede tractie, raakt onze sidepod, maar we geven niet op. Het wordt nog bloedspannend en Stroll gaat Verstappen terug aanvallen voor die P4. En wij rijden nog steeds op die P3 rond. Een podiumplek dus nog in handen met nog 4 rondes te gaan. Daar zit Verstappen dan aan die buitenkant. Maar die aanval is niet geslaagd. Ziet er wel een klein beetje door. Maar we hebben de betere tractie. Dat is goed. We moeten dit nog 3 ronden zien vol te houden. En dan pakken we P3. Verstappen kan hier niet kijken. En ook niet aanvallen. Maar ik denk dat hij hier wel een goede kans heeft om die P3 van ons af te pakken. De banden zien er nog gewoon goed uit. Dus daar maken we ons helemaal geen zorgen over. De ene laatste ronde van de wedstrijd loopt inmiddels. En Verstappen zit nog steeds achter ons te kijken. Kijkt hij naar die buitenkant. Maar dat lukt niet. Gelukkig. Oeh, Max, wat doe je daar? Moest daar in één keer op de rem staan omdat hij dat niet meer ging halen. En daardoor vechten Albon en Stroll nu om die P5. En die beide Red Bulls zijn bloedsnel. Albon op een andere band dan Max. Lewis Hamilton zet een 1.33.4 neer. Hij rijdt op P2. En we gaan zometeen de laatste ronde in van de wedstrijd. Dus we moeten van 2 snelle Red Bulls zien te verdedigen. Hopelijk dat het ook lukt. En zo niet, dan pakken we gewoon P5. Maar het liefst heb ik P3. De laatste ronde loopt inmiddels van de grote prijs van China. Bottas wint de wedstrijd. We maken een foutje bij het opkomen van het rechte stuk. We moeten als een gek gaan verdedigen omdat Verstappen en Albon gewoon nog zitten te kijken voor dat laatste podiumplek. Verstappen kijkt naar de buitenkant. We laten hem staan. En ik denk dat
Albon niks meer kan doen. Nou, Verstappen probeerde het daar, maar die aanval mislukte. Hij is dus gespind. Wij pakken dus P3, onze tweede podiumplek van seizoen 3. En gaan ons opmaken voor de grote prijs van Nederland. There'll be many smiles at the factory after that one. A great race and a real team performance to take the win here in Shanghai. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Hier ben dan dus de uitslag. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Lewis Hamilton naar P2. Ons heeft dus naar P3. En Verstappen krijgt een 5 seconden tijdstraf. Dat betekent dat Russell naar P9 gaat. En wij krijgen Driver of the Day. Dat is heel goed. Van P13 naar P3. Doe dat maar eens even na op 95% AI. Bottas behoudt de leiding in het klassement. Wij volgen op 4 punten en Hamilton naar P2 op 1 punt. En Alexander Albon op 5 punten naar P4. En het klassement bij de constructeurs, 70 punten is het verschil naar Mercedes. Dus de vraag is nog of wij wereldkampioen worden bij de constructeurs. Maar het seizoen is nog heel lang. Dus ja, ben er ook bij de volgende aflevering in Nederland. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Die wekelijks plaatsvinden op mijn YouTube kanaal. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de channel, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Nederland voor onze thuiswedstrijd. Tot ziens.